Erzähl uns mal. Erzähl uns mal. Ja, wir fahren jetzt BMW M3. Was stiekem al een beetje zenuwachtig, dat gevoel dat je hebt, vroeger in ieder geval had, voor je verjaardag, die avond van tevoren, dat je dat toch een beetje spannend vindt allemaal, benieuwd ben wat er allemaal gaat gebeuren. In een hoogtoerige V8, dat is de eerste M3 met een V8. Ja, puristen zijn misschien een klein beetje teleurgesteld soms. En tijd om wat motorgeluiden te laten horen, denk ik ook niet. Shit. Wat was dat? Ja, dat was Evo, die belde, want die wil eigenlijk stiekem ook wel even in M4 rijden. Nou, we hebben geen tijd, want we zijn in Duitsland op de autobaan. Nu is er 4, zo even live verslag van de snelheid, 200. 220, nou ruim, 230. Nog steeds is er een racer, dan gaan we naar 5. We gaan even kijken hoe hard hij nou precies gaat. 273 loopt hij heel langzaam, is de toerengrenzer. En dan valt hij weer terug naar 270 en dan gaat hij weer 273. Stellen. Met het welbekende iDrive. Fantastisch systeem natuurlijk. Vooral als het in een M3 zit. Wat je kan instellen is de gasrespons. We hebben hier een powerknop. Als je de indruk, dan wordt de gasrespons wordt feller. Je merkt bijvoorbeeld heel erg met terugschakelen. Als je dan tussengas wil geven om even zeg maar, rev matching te doen. Dan gaat dat gewoon veel makkelijker als je die powerknop ingedrukt hebt. Dit optionele EDC elektronische demperpakket met 3 verschillende standen. Nou, die voel je ook meteen. In dit geval staan we dan ook in de hardste stand. Ja, dat merk je wel echt, dat verschil. Ja, dat merken we wel. Ja. Dat merken we wel. Het derde wat je daarmee kan instellen is de stand van het ESP-systeem. Dat kan aan, dat kan uit. En er is een M-Dynamic Mode. En die M-Dynamic Mode heb ik al ondervonden dat je eigenlijk nog best wel veel speelruimte hebt. Per ongeluk ook best wel een beetje dwars kan gaan. Vier uitlaatjes. Ik vind het altijd een beetje overdreven, maar bij een M3 mag dat dan op zich weer wel. Heel klein spoorlintje. Goed, houd maar klaar. Dit is wel bijzonder. Carbon dak kennen we van de M6, van de vorige generatie M3 CSL. Maar nu de normale M3 ook. Belangrijke plek voor gewichtsverzwaring. Heel hoog en het zwaartepunt wordt daarmee verlaagd doordat dat van licht materiaal is. Hier zit hier een grote power bulge. Die is ook wel nodig. Twee luchtinlaatjes. Deze is echt, die andere niet. Hier zit een grote airbox en de man van BMW wist mij te vertellen dat er op topsnelheid een M3 17.000 liter lucht per minuut naar binnen zuigt. En daarom heeft hij ook geen mistpitjes. Want alles is gewoon gericht op optimale koeling, optimaal zuurstof binnenkrijgen. Het enige wat me wel verbaast van deze M3 is dat hij ongeveer 100 kilo zwaarder is dan het vorige model. Ondanks een carbon dak, en als je persbericht leest, 52 pagina's lang, staan allerlei verwijzingen naar lichte wichttechnologie, besparing van 2 kilo daar, 3 kilo daar, 4 kilo daar. Maar hij is toch zwaarder dan het vorige model. En ik weet eigenlijk niet zo heel goed waar dat aan ligt. Nou, we hebben natuurlijk met crashtechnologie en et cetera, komen er wel wat kilootjes bij, maar het verbaast me toch wel. Dus ik ben benieuwd naar de expert die mij dat even gaat uitleggen.
ook nog iets persoonlijks kwijt. Ik vind deze M3 zo verschrikkelijk mooi. Een lekker dik. En die voorkant überhaupt, die powerbulge, die lucht inlaten. Waanzinnig mooi. Vooral ook deze kleur. En dan dat carbon dak. Ja, ik wil deze auto gewoon hebben. Ik wil echt deze M3 wil ik hebben. Ik heb geen 100.000 euro. Dus ik wil graag van BMW weten wat ik moet doen om deze auto gewoon te krijgen. Misschien nog al iets maar voor een jaar of zo. Na dat jaar zie ik het wel weer wat er dan gebeurt. Maar hij is zo lekker. Echt een hele fijne auto. BMW, bel me. Thank you.